Een hele goede dag en welkom bij Bagage Online. Voor me staan heb ik een koffer van Samsonite, de serie Bright Light Diamonds. Nou, het is Samsonite weer eens gelukt om met hedendaagse technieken een mooie, lichte koffer te maken. Maar met een mooi, chic, klassiek design. Overigens, het materiaal wat gebruikt is een zogenaamd macrolon. En een macrolon is een polycarbonaat. Dat is een high-tech materiaal wat dus ervoor zorgt dat de koffer extreem licht weer is. Maar dat die ook heel erg stevig, heel erg duurzaam en heel erg krasbestendig is. Want zo'n mooie koffer als dit, die wil je natuurlijk graag netjes houden. U weet het zelf wel, op de bagageafdeling... Op het vliegveld, daar wordt gegooid met die koffers. He, daar wordt gesmeten met die koffers. Dus die koffer die moet natuurlijk wel wat uithouden. En zo met dit mooie macrolon materiaal hou je hem dus ook prachtig mooi. Nou, schokbestendig, heb ik het net al over gehad. Wat is nou meer van belang? We hebben hier een TSA-slot. Ik ga u zo dadelijk vertellen hoe u dat TSA-slot kunt instellen. Nou, wat moet u natuurlijk dan nog meer weten? Zoals u hier ziet hebben we een vierwielskoffer, een zogenaamde spinner. Maar hij is er ook in een tweewiels. Kan ik u ook even laten zien. Hier heb ik de zogenaamde cabin. En deze hier is een tweewiels. Nou, waarom zul je nou gaan kiezen voor een tweewiels koffer? Mocht je dus nou behoorlijk grote stukken moeten afleggen waarvan je weet dat je trappen of stoepranden tegenkomt, dan is het heel gemakkelijk om zo'n koffer achter je aan te trekken en dan voor een tweewiels koffer te kiezen. Nou, mocht je nou zeggen van dat heb ik allemaal niet, ik vind het ideaal als ik in de wachtrij sta bij het inchecken om de koffer gewoon iets vooruit te drukken of het verplaatsen van gate 1 naar gate 2 kun je deze koffer gewoon voor uitdrukken. Dan kies je voor een vierwielskoffer. Deze koffer is overigens de 32 liter koffer. Nou, dus 32 liter. Maar, staan blijf jij. Dan hebben we hier er ook eentje. Die heeft 63 liter inhoud. Nou, dan hebben we nog er eentje en dat is deze. Dit is overigens de meest verkochte. Dit is de koffer met maar liefst 83 liter inhoud. Die is 74 centimeter hoog. En deze is ongeveer geschikt voor een goede 2 weken vakantie. Nou, mocht u daar niet voldoende aan hebben. Dan hebben we ook deze nog. Deze mooie grote, die is 82 centimeter is die hoog. En heeft 121 liter inhoud. Nou, de koffer zelf. Uiteraard heeft hij een telescopische trekstang. En zoals je hier kunt zien is die trekstang hier mooi afgerond ook weer voor comfort. Dan het slot. Uiteraard te openen. Het zogenaamde TSA-slot. Daar ga ik u zo dadelijk wat meer over vertellen. De rits, hoogwaardige ritsen. Als we dan de koffer openen, dan zien we dat hij van binnen compleet gestoffeerd is. Hier een mooi zijvak voor, onder andere toiletartikelen, inpakbanden, ook hier weer een tussenschot en ook hier dit compartiment heeft ook weer inpakbanden. Nou, wat u er zelf allemaal in wilt vervoeren, dat weet u zelf wel, maar we gaan het even hebben over het TSA-slot. Het TSA-slot, dat is namelijk van belang als u naar Amerika toe reist. Overigens, steeds meer landen denken erover om een TSA-slot verplicht te stellen. Wil de douane uw koffer in en u hebt geen TSA-slot, dan is de douane gerechtigd uw koffer open te breken. De kosten die ontstaan, de schade die ontstaat, dat is voor uw rekening. Met een TSA-slot kan de douane met een speciaal sleuteltje wel naar binnen. Hoe stelt u nou bijvoorbeeld dat TSA-slot in op uw gewenste code? Heel simpel, heel gemakkelijk. Hier hebben we namelijk een heel klein puntje. Dat druk je met een balpen, druk je dat in. Dat hou je ingedrukt en dan kun je hier je gewenste code kun je hier ingeven. Bijvoorbeeld 1, 2, 3. Heeft u de code ingesteld, haalt u de balpen uit dat kleine puntje daar en de code is gelokt in uw TSA-slot. Nou, wat moet u dan voor de rest eigenlijk nog meer weten dan dat het een mooie, chique, elegante koffer is?
dat hij heel veel kleuren heeft. Heel veel kleuren. Dus als u zegt, ik wil een mooie opvallende kleur, is dat mogelijk. Maar als u een wat rustigere kleur wilt, ook daar heeft Samsonite voor gezorgd. Dus maak uw beslissing hier bij Bagage Online en kies welke maat koffer u wilt hebben. De 55 centimeter hoog, de 63 centimeter hoog. En dan hebben we natuurlijk hier deze, de meest verkochte, 74 centimeter hoog. Of uiteindelijk deze 82 centimeter hoge koffer. Mooi groot. Aan u de keus. En u weet het. Al uw online bagage aankopen doet u natuurlijk bij bagageonline.nl. Heel veel plezier ermee.